We gaan het hebben over een musical, Next to Normal. Nou, zo normaal is het allemaal niet, want een prestigieuze Pulitzer Prize in de wacht gesleept in 2010. Maar liefst 3 Tony Awards. Simone Kleinsma en Freek Bartels die spelen de hoofdrollen in deze Nederlandse versie van de kleinschalige Broadway musical. Vertelt het verhaal van een op het eerste gezicht doodnormale vrouw, echtgenote en moeder, die vecht met een ingrijpende gebeurtenis en de impact daarvan op het gezin. Freek, even een kleine introductie. Hij begon zijn carrière in 2001 bij de musical All Factory in Tilburg. Hij zat in vele musicals, Fame, Les Misérables, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, Petticoat. En hij was de winnaar van Op zoek naar Joseph, daar kent u hem sowieso van. En hij won in 2008 de Johnny Kraaikamp Award voor aanstormend talent. En stond nummer 2 in de single top 100 met Laat je droom bestaan. Zo, hè, daar ben je jongen. Goedemiddag. Net binnen, koud binnen en alweer live in de uitzending. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met je? Ja, gaat heel goed. Ja? Lekker aan het spelen. Ja, hè? Met een voorstelling door het land. Dat is heel fijn. Wordt goed ontvangen. Deze week in hometown in Amsterdam. Vlak bij het nieuwe De Lamar waar je woont? Ja. Ja, dus dat is heel erg lekker. Het gaat heel goed. Ja. Hoeveel hebben jullie er gespeeld? Oeh, dat is een goede vraag. We zitten nu... De 70 hebben we gehad, in ieder geval. Wauw. Nou ja, ik weet ook niet zo goed in totaal hoeveel. Nou, we gaan tot 9 juni in ieder geval nog door. Ja, we gaan zo wel even de data noemen waarop je speelt in de provincie Utrecht. Ja. We gaan het zo over de voorstelling hebben, maar ik vind het leuk om nog even terug te blikken op jouw verleden. Wat is dat voor een opleiding, die musical All Factory in Tilburg? Het is Musical Factory, zeg je eigenlijk. Musical. Dat is niet erg. En dat is in Tilburg en dat is een musical opleiding voor jongeren. Dus dat deed ik naast de middelbare school. En dat deed ik dan op de zaterdag. Leuk. En daar krijg je les in zang, spel en dans. En werk je ook naar een eindvoorstelling toe. Ja. En daarna ben ik naar het conservatorium gegaan. Fontys Conservatorium in Tilburg, de afdeling muziektheater. Ja. En veel docenten geven op beide opleidingen les. Dus dat zit allemaal vrijwel bij elkaar. En zo ging ik van de Musical Factory naar het conservatorium toe. En ik heb daar heel veel geleerd. Wat is het meest of het grootste wat je daar hebt geleerd? Ja, zingen neem ik aan. Maar... Zingen vooral. Ja. Want ik werd erop geattendeerd door klasgenoten die zeiden, oh, dat is leuk. En ik had wel gedanst en ook wel geacteerd als kind. En ik speelde piano, maar ik had nooit echt stilgestaan bij zingen. Ook geen idee of dat iets was voor mij. En, maar dat was wel wat voor jou. Nou ja, dat was vrij in het begin. Dat kreeg je dan zangles. Om de 2 weken mocht je een solo nummer zingen. En toen zei de docent daar, volgens mij moet je een keer privéles komen. En toen is het zingen een beetje begonnen. Dus toen is het virus losgelaten. Ja. In jou. Maar ik vind het wel grappig, want als je denkt aan conservatorium, heb ik het idee dat je daar puur leert zingen. En die opleiding in Tilburg was meer dus op musical geënt, of niet? Ja, en zang is het hoofdvak, absoluut. Ja. Maar het is gericht op muziektheater en musical. Moet je voor musical eigenlijk anders kunnen zingen dan normaal? Nee, maar het is met name de techniek. Je moet 7 of 8 keer in de week een voorstelling technisch kunnen zingen. Hoe kun je dan behoeden voor bijvoorbeeld een polyp, wat zo vaak voorkomt tegenwoordig bij zangers en zangeressen? Nou ja, dat is door de juiste techniek te gebruiken en altijd goed op te passen. En tuurlijk slipt er wel eens een verkoudheid in of heb je een keer een dag, ben je wat minder goed bij stem. Maar het is een spier, de stem. Ja. En op het conservatorium leer je die spier trainen. Eigenlijk is dat hartstikke interessant, want als je naar een tennisser kijkt, die laat maar zeggen 8 Grand Slams of 8 belangrijke wedstrijden in een week moet spelen, ja. Die is die 8e wedstrijd niet meer zo fit. Hoe houd jij dat dan vol als je 8 keer in de week een voorstelling geeft? Ja, dat als is, een spier is? Nou ja, goed, dat is ook wel spiergewenning, omdat je natuurlijk een tenniswedstrijd hebt, is minder voorspelbaar dan dat je elke avond dezelfde voorstelling zingt, uiteraard. Dus dat gaat ook wel op je geheugen, stemgeheugen heet dat dan, gaat dat zitten. Maar ja, goed, je kan niet elke nacht tot laat aan de zuip en dan volgende dag weer fris op het podium staan. Dan gaat dat stemgeheugen ook niet... Nee, dus en als je een dag rust hebt, dan moet je die rust ook wel echt pakken, ja. Ja, wat leuk zeg. Jij komt wel uit een muzikaal gezin, hè? Dat moet je even uitleggen. Klopt. Want je vader en je opa, die waren ook lekker bezig. Ja. Je opa, die speelde met Toets Tielemans. Klopt, die was trompetist en die speelde in nachtclubs en onder andere ook met Toets Tielemans. En hij was ook een van de oprichters van de Tilburgse Big Band. Wat leuk zeg. En mijn oom is drumdocent. En mijn vader is biologieleraar, maar speelt daarnaast ook dwarsfluit. Bij het Philips Symphonica Orkest? Ja,
dus het zit al vrij vroeg, werd het met de paplepel naar binnen gegoten, muziek. En mijn moeder, die is dan geen zangeres of muzikante, maar haar gezin en die kant van de familie is ook wel heel erg muzikaal. Dus het was altijd wel een belangrijk onderdeel, ja. Kun je als kind nog herinneren wanneer je voor het allereerst in aanraking kwam met muziek? Het allereerst weet ik niet zo goed, maar er is wel een opname van mijn eerste verjaardag waar ik als klein jongetje van 1 me vastklam aan de salontafel, omdat ik anders simpelweg zou omvallen, op de cd van Michael Jackson, Bad. En daar beweeg ik al een beetje de heupen. En het zingen, dat kwam later? Het zingen kwam later, ja. ja. Geweldig zeg. Ja. Laten we even kijken naar de musical Next to Normal. In Amerika is het gewoon huge, terwijl het een kleine Broadway musical is. Hoe werkt dat dan? Dus die kleine musicals, die kunnen ook gewoon bekomen worden? Ja, het is een beetje, je kunt een beetje vergelijken met het M-Lab, wat in Amsterdam Noord zit. Dat is een soort theater waar ze dingen uitproberen. En dat was in New York, heet dat dan Off-Broadway. Dus niet Off-Broadway, maar Off-Broadway. En heb je ook nog Off-Broadway, dat zijn nog kleiner. Nog verder weg, ja. En dat is daar, goed, simpelweg hebben ze dat bedacht, schrijvers en componisten. En dat is zo'n succes geworden dat het uiteindelijk naar Broadway is gegaan. Ja. En daar die prestigieuze Pulitzer Prize heeft gewonnen en Tony Awards inderdaad. En waren dat bekende spelers die daar in deze musical stonden? Volgens mij kennen ze dan zelf niet zo heel goed, maar ik geloof binnen het circuit zijn het wel redelijk bekende namen. Ja. Maar de componisten en schrijvers waren vrij nieuw binnen het musical gebied. Die kwamen meer van de pop- en muziekkant, zeg maar. Leuk. En dat is te gek als dat dan zo uitpakt en aanslaat. Ja. Kun je het verhaal nog een keertje in het kort vertellen? Want ik zei het net over een vrouw en een moeder, maar wat is het verhaal precies? Nou ja, eigenlijk heb je daar wel, de lading mee, is daar wel mee gedekt. Het gaat over een gezin, moeder, vader, zoon en dochter. En de moeder leidt aan een bipolaire stoornis. Een bipolair is een andere naam voor manisch depressief. Mm-hmm. En je neemt eigenlijk een kijkje in dat gezin wat voor gevolgen het heeft, die ziekte op haar en op de rest van het gezin. En is ook nog, zijn er twee artsen, gespeeld door René van Kooten. Eén die heel erg de medische kant benadert en eentje die meer gesprekstherapie uitoefent. En de lach en de traan liggen nogal dicht bij elkaar, omdat zo'n ziektebeeld zorgt voor hele extreme situaties. Zoals bijvoorbeeld, kun je iets een voorbeeld noemen? Nou ja, als ze manisch is, dan gaat ze als een dolle door het huis schoonmaken. Simone Kleinsma. Ja. En dat is niet even met een stoflapje over de tafel heen, maar dat is ook gelijk de daktegels bedekken en stofzuigen en de kabels verleggen en foto's in een fotoboek plakken. En dat is dan niet heel netjes, maar dat zit allemaal op elkaar. En nou ja, goed. En dat is natuurlijk erg veel triest, maar aan de andere kant is het ook wel heel erg grappig. Maar als ze dan de depressieve kant heeft, dan kantelt het naar emotioneel. Ja, en het is met name de verhoudingen van hoe de vader binnen het gezin, die probeert het heel erg te onderdrukken en niet te veel aandacht aan te geven. En ze willen naar buiten ook heel erg overkomen als een doodnormaal gezin. Ja. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. En jij bent Gabe Goodman? De zoon, ja. Jij bent de zoon. Ja. En hoe heeft die zoon het met zo'n gekke moeder? Nou, die zoon heeft heel veel liefde voor zijn moeder eigenlijk. En vindt ook dat zijn vader er verkeerd mee omgaat. En is ook heel erg tegen de medische behandeling. Bipolaire patiënten die medicijnen gebruiken. Dat kan ook wel, worden stemmingen vaak een beetje platgelegd. Het is dat je bijna gevoelloos wordt. Dat je niet meer emoties ervaart. En ik vind dat mijn moeder gewoon die emoties moet kunnen ervaren. En dat misschien af en toe wat lastig is, dat nemen we dan voor lief. Maar klinkt eigenlijk als een waar gebeurd verhaal. Het is het niet. Nou goed, nee? Het kan natuurlijk. Ja, het er kunnen wel situaties zijn, die zijn er zeker zelfs. Want wat wil ik zeggen, komt er door deze productie ook niet een soort discussie op gang? Van je kunt iemand wel inderdaad onder de pillen stoppen, maar dan word je zo plat als een dubbeltje. Ja, nou ja, we hebben onze regisseur Paul Enes, die geeft bij elke productie een reader met informatie. En documentaires heb ik gezien van over mensen die dat hebben. En we kregen ook een brief van een bezoeker die manisch depressief is. En dat was wel heel mooi. Die schreef in die brief aan Simone: ik heb nog nooit gezien hoe in een film of in een boek dat het zo waarachtig en zo herkenbaar wordt neergezet. Ja. En dat is ook wel wat we proberen te doen. Om mensen te laten zien, dit is er. En je ziet het op het eerste gezicht niet. Maar het neemt wel een hoop met zich mee. Ja. Sociaal betrokken voorstelling eigenlijk toch wel. Ja, ergens ook. Absoluut. Ja. Oké. We gaan er zo over verder praten. We hebben ook wat leuke fragmentjes klaarstaan. Waarop jij te horen bent.
Vooraf 2, u luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel met Aan Tafel Freek Bartels. Hij speelt samen met Simone Kleinsma en nog een paar anderen natuurlijk in de musical Next to Normal in Amerika, al bekroond met de prestigieuze Pulitzer Prize en 3 Tony Awards. Jullie hebben er al heel veel gespeeld. 6 acteurs en actrices op het podium en een band die eens een keertje niet in de bak zit, maar... Op het toneel. Ja, in de muziekbak dan, niet in de gevangenis. Ja, de orkestbak. Ja, de orkestbak, ja. Maar ze staan op het podium. Ja. Ja, dat is wel, ze zijn geïntegreerd in decor. Decor is een soort van kader van een huis. En zij zijn echt onderdeel van het toneelbeeld. Ja, dat is bij deze voorstelling wel echt tof. Met de muziek ook. Is een beetje poprock, American folk-achtige muziek. En we zijn heel erg op elkaar ingespeeld. En nou ja, goed, we zijn echt één groep samen met de muzikanten erbij. Ja, leuk hoor. We hebben wat fragmentjes, wat willekeurige fragmentjes klaarstaan. Even een stukje luisteren. Ik ben geen herinnering, maar een vondeling of een spiegeling. Herken me, wanneer jij mij ziet, weet jij niet of ik gewoon een geest ben of van vlees en bloed. Hoe ik leef, ja ik weet, jij is hoe ik weet. En ik zie op de angst die daar in jou geeft. En ik eis dat je mij al je aandacht geeft. Want ik leef, ja ik leef, kijk ik leef. Waar gaat dit stukje ongeveer over, zonder het hele verhaal te verraden? Dit is eigenlijk een grote aandachtskreet van de zoon naar zijn moeder. Dat ben jij, hè? Ja. Gabe Goodman. Ja. Word wakker en luister naar jezelf en kies niet voor de kant van de pillen en de medicijnen. Ja, want voor de mensen die net inschakelen en denken, waar gaat het over? De moeder, Simone Kleinsma, in deze musical is manisch depressief. Klopt, ja. Hoe heet het ook weer met een mooi woord? Bipolair. Juist, bipolair. Bipolaire stoornis, ja. Dus ze is heel erg up, dan gaat ze schoonmaken en vrolijk, of ze is heel erg down en dan wordt het niks. Ja, ja. Nog een klein stukje luisteren, een ander liedje. Ga je mee naar die wereld aan, een droomwereld waar er geen duisternis bestaat. Nooit meer pijn als je met mij meegaat. Dat is dan de andere kant van het verhaal, of niet? Ja, daar kan ik eigenlijk helemaal niks over zeggen. Oh, dat is heel fijn. Want dat verklap ik echt te veel. Oh, ja. Maar nee, die merkt er wel aan beide fragmenten. Hij is heel erg gefocust op zijn moeder. Ja. En probeert haar via bepaalde wegen te sturen. En niet naar zijn idee de verkeerde stappen te laten maken. Zeg. Eigenlijk vind ik dat nog wel misschien de mooiste boodschap van het verhaal. Wat je zei net voor de plaats. Dat als iemand manisch depressief is, dat hij dan pillen krijgt waardoor je heel vlak wordt als een dubbeltje. En jij als zoon wil dat niet. Jij wil gewoon je echte moeder zien. Ja, ja. Zo kun je het absoluut beschrijven. Ja, ja. Mooi hoor. Ja. Nou, Next to Normal. Straks ga ik de data noemen, want je gaat ook wel degelijk bij ons in de provincie spelen. Maar ik wil een klein uitstapje maken als ik even naar de tijd kijk. Naar De Beste Zangers van Nederland, dat populaire televisieprogramma. Ja. Waarin zangers uit, en zangeressen uit Nederland hun repertoire zingen. Jij zit erin op 2 mei al, hè? Ja, volgende week. Klopt. Met Birgit Lewis, Rutja Kot, Gerard Joling, Nicky uit Idols, Jesser, de rapper en Peter Beense. Ja, correct. Oh, ja. Spannend? Ja, dat was echt te gek. Het is alweer een tijdje geleden opgenomen, dus niet dat ik ben vergeten, maar dan zie je nu weer fragmentjes en spoilers en zo. En denk je, oh ja, wordt nu uitgezonden. Het was echt heel erg tof. En wie moest jij doen, of wie deed jouw liedje? Nou, in principe zingt iedereen van elkaar. Dus per uitzending staat 1 iemand centraal. En dan zul je denken, wat zingen mensen dan in mijn uitzending? Maar ze zongen een musical repertoire. En dat leverde wel heel erg interessante en leuke dingen op. En wie deed het beste? In mijn uitzending of in het algemeen? Ja, in het algemeen en in jouw uitzending. Nou ja, dan kan ik natuurlijk niet verklappen wie uiteindelijk wint. Maar ik weet wel dat ik in mijn uitzending zwaar onder de indruk was van Birgit Lewis. Ja, maar die heeft me toch ook een strot. Ja, die heeft een fantastische strot. Jeetje, Mina, dat is een vlampijp die stem. Maar ook Jesser is erg, erg goed in de uitzending. Ja? Ja, ik
kan wel verklappen dat ik met hem een duet heb gedaan. En dat was echt heel erg leuk. Dat was echt heel tof. Ja. Goed, nou, 2 mei op welk net? Is het Nederland 3. Ja. Dan nog eventjes wat anders. In het slot van dit gesprek heb jij een primeur. Kom maar op. Kijk, Bartos met die primeur. Wij hebben de primeur op de radio en Utrecht. Omdat het ook een beetje in de omgeving is. Ik ben volgend seizoen te zien in het Beatrix Theater. In Utrecht, in de musical Ghost. Hé, hey, wat leuk. Ja. Naar de film? Naar de film, met Demi Moore en Patrick Swayze. Correct. Met die belangrijke scène achter, achter de pottenbakkers. Ja, dat ga ik niet doen. Maar, niet nee, ik ga niet pottenbakken. Maar daar ben ik het zien vanaf komend seizoen. Heel erg veel zin in. Ja. Maar dat weet nog niemand. Ja, wij nu. Nou, in Midden-Nederland. Ja. Yes, hartstikke goed. Dan gaan we naar de voorstelling Next to Normal te zien. Aanstaande, dat is niet aanstaande, maar dat is 8 mei in Theater De Kom in Nieuwegein. Maar deze voorstelling is in verband met de verbouwing verplaatst naar Theater De Lampengiet in Veenendaal. 8 mei dus in De Lampengiet in Veenendaal. Begint 7:15. Verder nog te zien op 24 en 25 mei in Theater De Flint in Amersfoort. Ook 7:15. En als u denkt, ik kan er niet bij zijn, maar ik wil er wel graag naartoe. www.musicals.nl Freek, ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Dankjewel, ik ook. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Hoi. Doei.